mocht hij deze winnen, dat hij even rust heeft voordat hij de volgende mag spelen. In de eerste leg is het wel Andy Hamilton die 6 darts heeft voor 129. En het is de leg die Van Barneveld dus is begonnen. Goeie beurt van Van Barneveld, maar wellicht toch te laat. Of misschien toch niet. Dat laatste. '18 en tops. Ja. Dat was het eerste kansje voor Hamilton. Nou, kansje. Dat was gewoon een kans hoor. 3 darts in de hand voor dubbel 16. Ja, die 1 uit 3 op je dubbels moet je echt wel gooien, anders ga je deze wedstrijd niet winnen. Nou, omdat het nog vroeg in de wedstrijd is, noem ik het nog een kansje. Sinds 2006 komen ze elkaar tegen in televisietoernooien. Eerste ontmoeting ooit was op de Las Vegas Desert Classic in de kwartfinale. 16. Het zal u niet verbazen dat dat een overwinning voor Van Barneveld was. Het enige wat Hamilton Van Barneveld ooit heeft weten af te snoepen was een punt in de Premier League. Dat was vorig jaar. Dit jaar verloor hij 2 keer van Barneveld. 114. Beide keren met de cijfers 7-5. Nou, volgens mij de allereerste keer dat ze elkaar tegenkwamen in PDC-verband was dan weliswaar niet voor de camera. Zoals het kwalificatietoernooi van de World Matchplay. Dat was het moment dat Van Barneveld was overgestapt. Toen was hij nog niet geplaatst voor de World Matchplay. En Hamilton was toen ook nog niet geplaatst voor de World Matchplay. Toen troffen ze elkaar in het kwalificatietoernooi en toen won Hamilton van Van Barneveld. Dat is het enige televisietoernooi volgens mij ook dat Van Barneveld gemist heeft. Dat was die World Matchplay. Toen waren de regels nog wat anders. Tegenwoordig zijn er geen kwalificatietoernooien meer om op dat soort televisietoernooien te mogen spelen. Ja, ik zag ergens een statistiek voorbij komen dat Hamilton buiten de televisietoernooien om 2 keer van Barneveld gewonnen zou hebben in de laatste 7 jaar. Dat zou zomaar kunnen. Hamilton gaat nu voor 1-1. En Van Barneveld mag het proberen vanaf 141. De hoogste finish tot nu toe in het toernooi is 121. Blijft nog even zo. 0 uit 6 is Hamilton inmiddels op de dubbels en nu 1 uit 7 en dat is wel goed voor 1-1. Barneveld is op de dubbels 1 uit 1. Nou, voorhand zeg je in deze partij, het is Van Barneveld die scorend
de betere zou moeten zijn. En Hamilton zou het dan met het finishen goed moeten maken. Maar voorlopig is dat 180 graden omgekeerd. Hamilton loopt scorend weg bij Van Barneveld, maar heeft problemen met het finishen. 99. En dus gaan we weer een vergelijkbare situatie krijgen als in de eerste leg. Dan zien we Van Barneveld niet met zijn happy face. Hamilton naar de 14. En dubbel 11 voor de 2-1 voorsprong. Ja, nog steeds niet. Maar dat zit er natuurlijk wel een keer aan te komen dat Hamilton Van Barneveld gaat breken. Triple 18 en bullseye om dat nog even te voorkomen. 92. And he required 22. Maar als dat niet lukt, dan komt die break er nu wel aan, denk ik. En die komt, en dat wil Hamilton weten ook. Hij slaagt waar hij faalde in de eerste leg. Hij breekt Van Barneveld. Nee, het zal Van Barneveld toch zorgen baren dat hij zo weinig trippels gooit. Hij heeft nog geen dart op een dubbel gemist en gooit een gemiddelde van 88. Dat betekent dat dat allemaal scorende darts zijn. En dan moeten dit soort mannen dik boven de 100 kunnen komen als ze alleen maar scores hoeven te gooien. Het is voor Hamilton de 10e keer dat hij meedoet op de UK Open. 48. Al 1 keer de kwartfinale in 2010. Dus is deze halve finale in ieder geval goed voor zijn beste resultaat ooit. 97. And he required 133. Triple 19. Nee, maar ja, weer gaat hij wel tops overlaten. Van Barneveld heeft nog een flinke finish staan. 122. Op de 18. Nee, finish weg. 42. En hij require 40. En die Hamilton gaat naar 3-1. En profiteert dus van de break in de derde leg. Het is een kleine zaal hier in Bolton. En één ding wel duidelijk is geworden, bijna alle spelers heb ik erover gehoord, is dat het hier ongelooflijk warm is.
Het is in Bolton beter weer dan in Hilversum in ieder geval. Het is erg warm, met name erg drukkend warm. Desondanks de Kohler nu gewoon in pak, ja, in vol ornaat. Waar we de eerste dagen nog wel de polo's zagen. Ja, de finale dag moet gewoon het pak aan. Nou, kijk eens aan. Ook in die kolom komt nu de naam van Raymond van Barneveld te staan. Hij heeft één keer 140 gegooid en één keer 180 tot nu toe. In vijf legs. Oh, dat is niet veel. Het leidt tot een gemiddelde van 90,5. Nou goed, nu nog goed wegzetten en als je hem dadelijk uitgooit, dan heb je na de eerste vijf legs een 3-2 achterstand. En ik denk dat je daarmee absoluut niet mag mopperen. Dat had echt nog slechter af kunnen lopen. Na 3-2 wordt het. Nu al. En we gaan zo verder met de zesde leg van deze eerste halve finale UK Open 2013. Als Van Barneveld de opgelopen schade wil herstellen, dan zou deze zesde leg een aardig moment zijn om dat te doen. En Hamilton begint met 59. Dus misschien dat dat wat perspectief biedt. 100. Ja, tot een paar jaar geleden waren dit soort dagen waarin je drie lange wedstrijden op één dag moest spelen, eigenlijk een zeldzaamheid voor deze spelers. Inmiddels worden steeds meer toernooien op deze manier gedaan. Omdat ja, je wil zoveel mogelijk publiek binnen hebben. En dan is het toch wel fijn als het publiek wat meer kan bieden dan alleen de finale. Maar toch hebben de spelers er over het algemeen nog veel moeite mee om zich drie keer op een dag op te laden voor een wedstrijd. Ook vandaag gaan we weer een aantal goede, scherpe kijkersvragen beantwoorden. Boven in beeld kunt u zien hoe u die kijkersvragen kunt stellen. 93. We kunnen ze zoals gebruikelijk niet allemaal behandelen. We willen ze ook niet allemaal behandelen. Nee, want anders komen we niet meer aan darten toe en dat 100. Blijft toch de hoofdzaak. Nou, geen van beide mannen op dit moment echt in staat om de partij beter te pakken en de zijne te noemen. Natuurlijk, de voorsprong is er voor Hamilton. 121. Maar ook hij staat niet te spelen waarbij je denkt van nou, die is soeverein. 140. Nou, 54 halver. Voor het geval dat Hamilton 116 niet uitgooit. De halve finale of in de kwartfinale gooide hij veel van dit soort finishes. Waarbij hij één triple nodig had en dan één pijl voor de dubbel overhield. Nu is dat dubbel 18 voor 116. Ook weer. Hoor je en dan gaat steeds harder gillen. Maar dat mag hij hoor, want dit was weer een fijne. 125.
Hamilton weet natuurlijk ook dat er toch echt een keer een moment zal komen. Dat hij voor het oog van de camera's van Barneveld zal gaan verslaan. Maar wanneer komt dat moment? ...155 voor Van Barneveld. En daar kan Hamilton voorlopig nog maar 8 punten, 28 nu tegenover stellen. Dus Van Barneveld toch nog 6 darts voor die 155. Wie had dat gedacht? Heel ontspannen. In ieder geval een vraag die we heel veel krijgen via Twitter. Gebruikmakend van de hashtag RTL7Darts. Onder andere door Nico. Die vraagt hoeveelste staat Peter Wright eigenlijk op die wereldranglijst. Tot aan dit toernooi stond hij op plek 23. Ja, met een halve finale plaats hier zal hij ongetwijfeld al wat gaan stijgen. Ik hoorde je ook nog iets interessants vertellen over een eventuele zevende plaats van Van Barneveld. Ja, dan moet hij het toernooi wel winnen. Maar als inderdaad Van Barneveld het toernooi hier wint, dan stijgt hij naar plek 7. Ja, het is een beetje kiezen tussen twee kaden. Hè? Want het volgende toernooi is het European Championship. Begin juli. Dat zullen we overigens ook weer gaan uitzenden bij RTL 7. Dan is er geen zak met balletjes? Nee, dan wordt gewoon weer geseed. Dus dat betekent dat nummer 1 tegen nummer 8 speelt in de kwartfinale. Nummer 2 tegen nummer 7. En Van Barneveld staat dus op dit moment 8. Dat betekent in de kwartfinale Taylor. Als je één plekje wint, krijg je Van Gerwen in de kwartfinale. Ja, ik denk dat je van allebei niet echt blij wordt. Tenzij je een mooie uitdaging wilt. Die wilde Van Gerwen wel, die kreeg hij. Maar de uitdaging was hem iets te machten. Vandaag dan. ...88 over in de leg die Hamilton is begonnen. En hij gaat er zo over gooien. Dat zou dan de gelijkmaker kunnen worden. Met ondanks dat het bij Van Barneveld echt niet lekker loopt, loopt het bij Hamilton toch ook niet soepel. Ja, dit vliegen er allemaal goed in. Van Barneveld, 3 uit 5.
Nee, dat moet meer zijn inmiddels, want hij heeft natuurlijk vier legs uitgegooid. Nee hoor. Volgens mij administratie staat het 3-4. 4-5. Ja. Ach. Ik zei 3-5. ...161 voor Van Barneveld. Daar heeft hij even de tijd voor, omdat Hamilton nog niet op een finish staat. Dus gewoon een grote 18 om dubbel 16 over te laten. Bij 1-0 stond Van Barneveld op voorsprong. En bij 5-4 staat hij weer op voorsprong. Dan heeft hij 3 legs op rij gewonnen. Hetzelfde wat Hamilton deed van leg 2 tot en met leg 4. Kijkersvraag, deze is van Martijn den Hartog uit Leeuwarden, Ljouwert. Hoe gaat Van Barneveld nou met zo'n dag om nadat hij de kwartfinale heeft gewonnen? Dat was dus vanmiddag. Gooit hij gelijk weer door? Neemt hij even rust of gaat hij misschien zelfs slapen? Ja, hij is even teruggegaan naar zijn hotelkamer. Uurtje geslapen, daarna weer eruit. Dan moet je weer gaan eten, want je moet je lichaam weer in beweging krijgen. Je lichaam heeft een tijdje nodig om qua energiebalans weer op zijn top te zijn. En dan naar de zaal toe weer ingooien. Toch wel anderhalf, twee uur voor deze wedstrijd zijn de heren weer hier om in te gooien. Ja, het is toch ook belangrijk om weer wat rust te pakken. Ja, de balans daartussen is altijd lastig. De ene dag gaat wat makkelijker dan de andere dag. En Van Barneveld had tussen aanhalingstekens de mazzel dat hij de eerste middagwedstrijd had. En dus ook de eerste man was die in de halve finale stond, er klaar was. En dus nog even zijn rust kon nemen. Als je de laatste kwartfinale speelt, dan is Peter Wright en Taylor. Die zijn niet terug naar een hotel geweest. Die zijn hier gebleven. Die hebben hier gewoon hapje gegeten en zijn weer gaan ingooien. Dat is een mooie beurt van Hamilton, maar Van Barneveld heeft het woord. In de leg die Hamilton is begonnen. Dubbel 9. Zeldzame misser. Pas 2 keer gemist in 7 pogingen tot een uitgooi. Hiervoor. Hamilton staat op 4-12. Hard hebben horen schreeuwen, maar hij heeft er 5-5 van gemaakt. Het gaat verder met Raymond van Barneveld. In de 11e leg. Wie het eerste 10 wint, dus wat dat betreft zijn we zo ongeveer halverwege.
Eens kijken of Taylor weer in de gaten heeft dat het trainen gefilmd wordt. En daar zien we Snakebite. Mocht u hem nog nooit gezien hebben, dat kan natuurlijk. Zou kunnen. Dat u dacht van ik ga toch eens naar de darten kijken. Yes, Peter Wright heeft daar een slang laten verven op de zijkant van zijn hoofd. Taylor en Wright komen hierna in actie, de tweede halve finale. En Van Barneveld zit 100. Maar weer eens in de problemen in zijn eigen leg. Zoals dat in het begin van de partij ook een paar keer het geval was. Hij heeft echt een goede beurt nodig nu. Nog één erbij. Dan zouden er 50 over zijn gebleven. Nu is het 90. Maar eerst is de kans voor Hamilton. Nee, die begint meteen een afzwaaier. Laat wel tops over. Van Barneveld op 90. Triple 20 en dubbel 15 is de makkelijkste manier. Nu nog een 20 en bullseye. Oei, oei, oei. Mist de 20. Man, oh man, denkt hij bij zichzelf. En dan mist hij de boel ook nog een keer. Nou ja, dan is dit een beurt die je beter kunt vergeten. En gaat Hamilton richting tops kijken. En richting 6-5. Nou, Grom nog erachteraan. Ik heb het idee, Jacques, met al die reacties die we zien van Hamilton, dat hij er echt heel erg op gebrand is om te winnen van Barneveld vandaag. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik bedoel, als je zo lang al niet gewonnen hebt van Barneveld op tv en iedereen... Nooit gewonnen van Barneveld op tv, toch? Nee, nou ja, nooit zo weinig gewonnen van Barneveld. Sowieso, en dan ook nog helemaal nooit op tv. Dan kan, en iedere interviewer die stelt je ook die vraag. Hè? Ja. We hoorden het Robbie zeggen, je hebt niet zo'n goed record tegen Raymond. Ik hoorde het de mannen in Engeland zeggen, your record against Van Barneveld is not that great. En ik zal me voorstellen dat alle journalisten dat hier aan hem vragen. Ja. Dan denk je op een gegeven moment ook van ja, dat zal even mooi worden. Dat ze allemaal mij even gaan lopen afzeiken hier. Ja, nou, tegen al die journalisten bleef hij dan waarschijnlijk netjes nog. En gromde die in ieder geval niet en schreeuwde die niet. En dat komt er nu op het podium allemaal uit. Hij lijkt wat meer vastberadendheid te hebben in wat hij doet dan Van Barneveld. Ze staan allebei niet fantastisch te gooien. Maar bij Hamilton heb je altijd een beetje dat over mijn lijk gevoel. Overigens krijgen we voldoende vragen binnen. Ook via Twitter, ook via de website www.rtl7darts.nl/kijkersvragen. Ik zeg er altijd bij, kijk ook eerst even op de site rond of je de antwoorden daar niet kan vinden. Daar zijn er namelijk een heleboel gewoon heel makkelijk te vinden in ons toernooicenter bijvoorbeeld. Dat vind je gewoon op de homepagina. Maar de echt Hollandse vraag zit er natuurlijk altijd bij. Wat is er te verdienen hier deze dag? Nou, ik kan die mensen geruststellen. Dat weten we. De verliezend halve finalisten die gaan naar huis met 10.000 pond. Dat is zo'n nou, 11.500 euro. En dat verdubbelt zich naarmate hij het een potje wint vanaf nu. Dus 20.000 voor de runner-up, 40.000 voor de winnaar. Hamilton niet, maar Van Barneveld heeft nog 130 staan. Die zou hij zo goed kunnen gebruiken nu. Triple 20, bullseye. Gooi je maar. Oh. 96.
Dubbel 16 voor Hamilton. En die gooit hij. En dan is het dus nu voor de tweede keer de beurt aan Hamilton om drie legs op rij te winnen. Van Barneveld heeft het één keer gedaan. Ja, je ziet dus bij Van Barneveld, die begint dit toernooi met de flights waar hij eigenlijk de laatste maanden mee gooit. Het WK, de Grand Slam en alles. Dan wisselt hij gisteravond van flights omdat hij het gevoel heeft dat hij te veel moeite moet doen met die standaard flights. Daar gooit hij vanmiddag mee, daar gooit hij vanavond tegen Hamilton ook de eerste 10 legs mee. En kijk wat er nu weer op zit. De zwarte flights, de standaard flights. Dus toch heeft hij gedacht in de pauze. Het loopt niet zoals ik wil. Toch maar weer de standaard flights erop. Ja, dan kun je altijd twee dingen zeggen. En er zijn altijd twee kanten waarmee je daarop kunt. Als Van Barneveld hier verliest, zal iedereen zeggen, daar heb je die twijfelaar weer. En als Van Barneveld hier wint, dan zullen mensen zeggen, ja, dat is goed. Zo'n sporter moet naar zijn materiaal luisteren en moet doen waar hij zelf denkt het meeste vertrouwen uit te halen. Het is altijd een hele moeilijke afweging. Hamilton voelt bijna dat er wat te halen valt. En dat voelt hij goed. Triple 19 voor Hamilton. Oh, bullseye voor Hamilton van 132 finish. Oh, Hamilton. Ja, 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 ja. Van Barneveld glimlacht. Die weet hoe laat het is. Het is 8 over 5. Het gaat om 10 gewonnen legs. Dus Van Barneveld heeft hier nu een hele, hele zware dobber. Nog nooit won die een televisietoernooi, deze Andy Hamilton. Je zou bijna zeggen, misschien wordt het wel een keer tijd voor hem. Hij was de runner-up in de Grand Slam of Darts in 2007 en hij was de runner-up op het WK van 2012. Ja, vorig jaar ieder televisietoernooi de kwartfinale gehaald. Hij is zo constant. En dan haalt hij af en toe ook de halve finale, maar niet genoeg finales dus. Hij wint topwedstrijden, maar niet op een rij. Vanmiddag had hij James Wade al te pakken. En hij is toch hard op weg om nu Van Barneveld ook aan de zegenkar te binden. Ja, als hij er ook nog 9-5 van maakt. Dan zou het misschien wel eens een finale Stoke-on-Trent kunnen worden. Zoals alle finales waar Hamilton in stond, dat waren. Net hadden we die 132 uitgegooid. Nu gooit hij hem niet uit en krijgt Van Barneveld dus wel de kans om hem wat terug te doen. Maar dan moet dit wel uit nu. Dubbel 8. Ja, die eerste triple die vliegt er lekker in en dat geeft natuurlijk ook vertrouwen naar de dubbel toe. Hamilton staat nog 1 break voor. Hamilton komt niet op 9 gewonnen legs voorlopig.
gemiddelde van Barneveld 96. 140. Dat gaat even een tikje omhoog nu nog. Hamilton staat op bijna 92. Maar Hamilton staat wel 8-6 voor. 100. Mede omdat hij het probleem dat hij had in het eerste gedeelte van de wedstrijd heeft gerepareerd. 95. Probleem van het uitgooien van de legs. Niet al te best gerekend. Hier had hij wat meer van moeten maken van Barneveld. Dus Hamilton met de kans om hem beter weg te zetten. Ja, dit is ook niet beter. Allebei 125 van Barneveld als eerste. Kijken naar het midden. Nou, daar kunnen we dan ook meteen weer wegkijken. Dat is twee keer achter elkaar niks. Hamilton, ook voor hem kijken we naar het midden. Dan triple 20 en tops. Hij gooit hem ook niet uit. Nou, voor hem is de noodzaak wat minder dan voor Van Barneveld. 80 moet uit. Oeh, naar de 15 of naar de bol. Hij kiest voor de bol en tops. Er zit een wereld van verschil tussen 8-7 of 9-6 voor Andy Hamilton. Topsalver voor Hamilton. En hij gooit een enkele 1. Van alles wat je gooien kunt, gooi je een enkele 1. En mevrouw Kate heeft het ook niet meer. Zo, die gooit bijna het licht uit van Barneveld met zijn eerste pijl. Naar dubbel 10. Dubbel 10, hij moet erin. Hamilton denkt er nog maar eens wat dieper over na. Die zal toch niet weer de mist ingaan. 20 en tops. Enkele 20, dus dubbel 10. 50. Die gaat weer de mist in. Tjonge, jongen. Ja, degene die deze partij verliest kan achteraf niet zeggen ik heb geen kansen gehad. Ja, vraag niet hoe, maar het is 8-7. Niet meer over nadenken. Die is binnen. Een hapje nemen. Stukje chocola. Kijken of je de energie in je lichaam wat omhoog kan krijgen. Want dan ontbreekt het toch een klein beetje aan. Het ziet er allemaal wat mat uit. 100. Ja, we hebben Van Barneveld dit toernooi wel vaker zo gezien. En tot nu toe heeft hij toch steeds gewonnen. Ja. Maar dit is wel de grootste uitdaging tot nu toe. Nou ja, dat zeiden we vanmiddag ook bij Baxter natuurlijk. Toen was hij in dezelfde positie zo'n beetje. Dat was de grootste uitdaging tot dan toe. Ja, maar je ziet, en dat is het verschil misschien, nu Van Barneveld weer echt meedoet bij de beste. Je dwingt dan ook een beetje af dat je tegenstanders gaan missen. Dat doen tegenstanders vaak tegen Taylor. Dat hebben tegenstanders tegen Van Gerwen de laatste maanden ook vaker gedaan. En dat doen ze tegen Van Barneveld nu ook weer wat vaker. Precies zoals 2 jaar geleden tegen Van Barneveld iedereen alles uitgooide. Omdat hij toen wat minder won. De 16e leg. Geeft Hamilton het initiatief aan Van Barneveld. Misschien. Dat hangt nu van Barneveld af. Triple.
Nog één. 140. En een finish. Belangrijke beurt is nu voor Hamilton. Begint hij weer met een enkele 1. Dat is goed hersteld. 115. En zo valt het allemaal nog mee, maar wel 139 over van Barneveld. Eerst 161, gaat niet uit. ...9-7 of 8-8. Hamilton kan tops overlaten met een enkele 20 nu. Hij krijgt... Oh, mijn hemeltje lief toch! Hoe is het toch allemaal mogelijk? Van Barneveld 71 voor 8-8. En dan is hij toch weer helemaal terug in de wedstrijd als hij tops uitgooit. 1 pijl! Ja! 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 Vraag niet hoe! Het doet er niet toe. Het is 8-8. En zo is dit kwalitatief zeker niet de allerbeste wedstrijd van de UK Open 2013. Maar zitten we weer met het zweet in onze sokken. Hij zegt het zelf ook wel vaak van Barneveld. Het is nooit saai als ik speel. Nou, dat klopt wel. Er gebeurt altijd wel wat. Hup, daar heb je Hamilton weer. Hoppatee. Het was een tijdje geleden volgens mij dat hij nog een 180 had gegooid. Het is een vierde. Hij komt op een heel fijn moment. Nou, ik vind dit een prima antwoord. Maar hij gaat gewoon verder. En dan gaat door. Oeh. En zo staat hij naar 6 darts op 182. Goed. Boel eraf. Ja, 156 voor Van Barneveld. Eens kijken wat Hamilton laat staan. Voor het geval Van Barneveld 156 niet uitgooit. 82. Ja, we zitten echt in de beslissende fase nu. Iedere leg is nu belangrijk. Hamilton. Op 82. Van Barneveld op 91. Wie komt er als eerst op 9? Hamilton via bullseye en dubbel 16. Nu via 17 en tops. Van beneden naar helemaal boven. Andy Hamilton breekt van Barneveld. En kan daarvan profiteren in de 18e leg. Die hij mag beginnen. Keurig lekker van Hamilton in 12 darts. En een goed begin erachteraan. Het spel is op de wagen. Van Barneveld moet mee. 100. Zal het Hamilton dan voor de eerste keer in zijn carrière lukken om op een groot podium voor de camera's Van Barneveld te verslaan? Dit kan toch bijna niet meer misgaan nu voor de Hammer. Kijk eens aan. Weer twee keer triple 20 en 140. 100. Trippels gevraagd. Eentje weer. Is niet genoeg, zou je zeggen. Dan heb je die 1 weer. Wat een rare partij is dit toch na die 10e leg geworden. Hamilton die twee keer van Barneveld breekt. Onder andere met die 132 finish. 8-5 voorkomt. Dan ziet hij Van Barneveld weer terugkomen tot 8-8. En dan gooit hij weer een ongelooflijk knappe lek uit. Ja, nu lijkt het toch echt gedaan.
Met deze 47 is het pleit beslecht. Van Barneveld moet hopen dat hij nog 6 darts krijgt voor 254. Nou, dat is hopen. En dan moet hij er zelf natuurlijk ook nog wel wat meer afgooien. Nou, dit zijn de beide van Barneveld. 94 laat 160 over. Hamilton voor een plek in de finale. Triple 15. Nee, kiest voor de 19. En nu kiest voor triple 10. Heeft dus geen vertrouwen. Oh, hij mist de 16 weer. Hamilton toch. Laat geen tops over, maar 49. En zegt tegen Van Barneveld, ik denk niet dat jij 160 uitgooit. Ik heb je papieren bekeken, je hebt nog geen finish boven de 130 uitgegooid dit toernooi. Dus gooi je ook 160 niet uit en dat klopt. Nog nooit versloeg Andy Hamilton Raymond van Barneveld op het podium in 12 pogingen tussen 2006 en 2013. Verloor dit jaar 2 keer van hem in de Premier League. En nu. Nee, daarnaast. Daarnaast. Echt waar. 100. Boom. 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 9-9. Er zitten een paar engeltjes op de schouder van Barneveld dit toernooi, hoor. Het moet gezegd worden. Ja, nou, ja, maar kijk hem staan daar, zeg. Alsof er helemaal niks aan de hand is. Goh. Maar het moet nog wel gebeuren, hè, in die 19e leg. In die allerlaatste leg. Die zit eronder. Wie gaat er naar de finale? We weten het. Binnen een paar minuten. 2 triples voor Van Barneveld. Hamilton. Staat 141 punten achter. Nog een triple dus. Nee. Nee, hij moet weg daar zo. Daar kan hij geen triple meer vinden. Daar pakt hij nog wel een triple 17 bij. Hamilton kan naar een finish toe. Dan moet hij op de 19 beginnen. Hoeveel darts krijgt Van Barneveld voor die 170? Hij begint op de 19. Dat doet hij goed, Hamilton. Zal daar blijven. En dan nu naar triple 20 toe om ook 170 over te laten. Weer die 1. Die vermaledijde 1. Die heeft hij veel gegooid, hoor, op belangrijke momenten, Hamilton. Die moet hij van het bord afhalen, stel ik voor. Van Barneveld wil hem wegzetten. Die gaat toch niet voor Bolzooi, of gaat hij wel voor Bolzooi? Oeh, hij ging er wel voor. Jazeker. Was niet nodig, want Hamilton staat niet op een finish. Maar dat is dan toch het moment waarin je denkt van ik ga er gewoon voor. Ja, en ook daar kun je achteraf uitgebreid over discussiëren, maar het is gewoon de keus die iemand maakt. Het is een kwestie van gevoel. 95 over Hamilton, 45 Barneveld. En we gaan naar de dubbel 16. Ja, en nu zeg je dus, had ik maar. Maar goed, Hamilton. In een krankzinnige partij tot nu toe. Dus dit past er ook wel in. Hij zal naar de bol gaan, Andy Hamilton. Bullseye gegooid, 13 dubbel 16. Hij miste al 2 matchdarts. Dit is matchdart nummer 3. En die mist hij ook. Nog altijd is de wedstrijd niet beslist. Van Barneveld. Laatste kans. En dan
heeft Van Barneveld dus ook 6 matchdarts gemist. Ja, iemand moet erdoor. En hij requires 32. Ik ben er stil van. Pat. En de grootste hoerkreet van allemaal komt uit de keel van Andy Hamilton. Hij staat in de finale, is de eerste finalist op de UK Open 2013 aan. Thriller tegen Raymond van Barneveld.